Nou ja, dat hakt er wel even in. Want dan moet je en moeder zijn en vervolgens ben je ook nog frontvrouw van een band. Nou, het scheelt dat als ik vroeg op moet staan, dat ik al gewend ben om vroeg op te staan. Weet je wel? Dat, Oké. Dus dan voor het eerst dat je hier denkt, oh, normale tijd. Ah ja, eigenlijk wel relaxed deze tijd. Ja. Maar is het een drukke tijd voor jou? Ja, eigenlijk wel. Maar eigenlijk door andere dingen ook nog die erbij komen. Zoals naar de proms die ik nou doe en tegelijkertijd een nieuw album schrijven en... Alles bij elkaar, best wel druk. Ja, want dan breng je ook nog een album uit. Dat is dan voor jou niet echt nieuw, dus gewoon een opname. Maar ja, daarvoor moet je weer hier zijn en dat kost ook inderdaad. Energie. Ja, maar ook wel weer leuk. Dus dat, Doe je wel rustig aan? Zover het kan, ja. Oké, maar gaat het goed? Dat vraag ik even namens de fans ook met het nieuwe album dan. Ja, gaat hartstikke goed. Ja, het wordt goed ontvangen. De reviews zijn eigenlijk helemaal heel erg goed. Nee, ik bedoel, jij bent bezig... Nee, ik bedoel echt... Het nieuwe album. Gewoon echt met echte nieuwe liedjes. Met echte nieuwe liedjes. Daar gaat het ook goed mee. Ja, we hebben iets van... zo ongeveer op een kwart zitten we nu. Oké. Dus op schema. Maar is dat dan gewoon, zeg maar, de good old sound? Want er zijn wel mensen natuurlijk die nu de plaat die nu op dit moment uit is... Ja. De akoestische plaat, die denken van... Ja, is dat nou Wind Temptation? Nou, ik denk dat het wel Wind Temptation is, omdat we vaker akoestische nummers hebben gespeeld. Dus het past wel bij ons. Het is wel een andere kant van de band, maar het past wel bij ons. Ja, en het is niet, heel veel mensen vragen ook van, ga je dan die kant doorzetten? Ja. Nou, nee. Precies, dus de plaat die je nu aan het schrijven bent, dat wordt gewoon lekker boombastisch, zou ik willen zeggen. Ja, maar wel heel anders van dan voorheen. We gaan echt iets heel anders doen. En kan je een richting aangeven dan? Ja, nou, we zijn heel erg bezig met een nieuwe sound. Heel experimenteel zijn we nu bezig. Okay. En ik denk dat mensen toch wel weer eventjes zullen moeten wennen. Okay. Maar wel verfrissend. En ik denk iets wat wij ook heel erg nodig hebben om met het bandje door te kunnen gaan. Oké. Nou, je maakt me echt heel erg nieuwsgierig. Ja. Op dit moment is dus een plaat uit met allemaal live versies. Een soort experiment voor jullie, zo van blijven onze liedjes nog overeind staan als we de hele productie weglaten? Nou, ik moet zeggen dat daar had ik eigenlijk niet zozeer een twijfel over, maar ik had wel een twijfel over of alle nummers bij elkaar zouden passen, want je speelt nummers uit verschillende tijden, verschillende albums. Ja. En ja, eigenlijk past het heel goed bij elkaar. Mensen vinden altijd de albums zo verschillend onderling. En als je nu achter elkaar hoort, past het eigenlijk heel goed bij elkaar. Ze was hier van de week nog, Annika van Giersbergen. Staat er ook op een duet, Somewhere. En met Kees Kapotje. Kees Caputo. En deze vind ik zo mooi. Hè? Ik zat gisteren te luisteren naar de Dagtop 5 met Michiel. En dat gaat dan over de meest gedownloade tracks. En gisteren was dat deze. Zou je die straks gewoon ook willen doen? Nee, die gaan we eigenlijk doen. Oh, cool. Nee, omdat ik ook... Ja, dat is mooi. Maar wij moesten zeggen, ik ben zelf de week ook heel verbaasd over. Dat nummer is helemaal geen single, maar het gaat... Ja, zo mooi ook. Ja, het gaat echt als een tierlier. Maar de single van het moment is dan met de man die ook tegenover mij zit. Die echt al gewoon een paar minuten denkt, what the fuck is going on the radio? What are they saying? Ja, I know, yeah. Dat is namelijk... I'm used to it now. Oh, oké. Zijn naam is Chris. Chris Jans. Chris, good morning. Good morning to you, sir. We know you a little bit from this track. Uh-huh. Last year, yeah. Yeah. Met Armin van Buuren, Calling Run. Jij hebt natuurlijk ook een track ermee gedaan, Sharon. Ja, inderdaad. Is dat de link ook tussen jullie? Ja, ik heb hem. Ik hoorde hem voor het eerst in de studio bij Armin. En ik dacht, jezus, wat een stem, weet je wel. Ja, yeah, from the first show in Utrecht, wasn't it? Yeah, that's where we met the first time. And that's the first time, yeah. And you, Chris, you're busy with Celeband. It's a project, well, I supported a lot in this show. Uh-huh. Yeah, to launch my solo career, with my first album. So you get a lot of fans and they wanted to well, the album is already there? Pretty much, yeah. Okay. It's getting there, yeah. We've got about, I think, let's say, 6-7 tracks at the moment. Okay. So solidly done, so I think we're aiming for about 12, maybe. Okay, and when you first heard the sound of Sharon and William Temptation, what is your thought? Because, well, it's not a normal band. No, I expected it to be a heavy track to start with. That's what I expected. But yeah. Then when I heard the demo, I was like, right, this is nice. I can do this because my voice anyway. When I sing, I try and go for emotion. You know what I mean? Yeah. With my voice, you can hear that even in Going Wrong.
So my voice fits perfectly in this track. Yeah. So. Well, absolutely right. Ja, ik vind het echt mooi, want hoe lang is hij hier dan eigenlijk, Sharon? Nou, speciaal voor vandaag ook ingevlogen heeft. Dus hey. Dat, Godsamme, het mag wat kosten. Te gek. Alright, guys. Ga jij maar even op de gang staan. Ja, dat means that you have to go to the hallway. Ja. Zeg maar even uit dan. Daar staan ze dan met de hele band. En nou ja, te gek. Zo dadelijk gaan ze dus ook nog die Forgiven doen. Die is mooi. Maar dit is ook zeker briljant. Ik heb al een paar keer gedraaid. En nou ja, het gaat hier gewoon live plaatsvinden. Met Chris Jones en met...